mocht mee op trainingskamp. Daarna terug met de A1, Ottercup gespeeld, competitie meegespeeld. Zij zijn dat jaar wel kampioen geworden, dus ik was daar ook wel een deel van in het begin. Daarna weer mee op trainingskamp naar Amerika, ja. En toen een beetje bij de selectie gebleven, getraind alles. 12 wedstrijden in Jong gespeeld, doelpunten kunnen maken daar. En ja, dit seizoen weer begonnen en doorgekregen dat ik bij de selectie zat. Dus, en nu deze dag om te tekenen, dus dat is mooi. Een nieuwe trainer dan had ik al in de A1 gehad, trainer Mark. Ja, nieuwe teamgenoten, ja, ik denk dat iedereen elkaar goed met elkaar kan opschieten nu al. Dus ik denk dat het allemaal geen probleem is. En dan is dit een beloning, neem ik aan, dat je vandaag je handtekening mag zetten. Ja, dat is wel een beloning, ja. Het gezin was erbij. Hoe beleven jullie samen deze dag? Ja, natuurlijk vinden zij denk ik iets speciaal dan ik. Omdat ik er wel elke dag tussen sta met de jongens en alles. Maar ja, natuurlijk samen gewoon, ze zijn blij voor mij. En willen dat ik ook mijn best doe en het goed doe, dus ja. En als je dan hier even naar rechts kijkt van jou. Je gaat het allemaal om, hè? Ja, hier gaat het allemaal om dit seizoen weer. En we hopen natuurlijk weer kampioen te worden, Supercup te pakken en zover mogelijk te komen. Eerst de Champions League halen en dan daar zover mogelijk in komen. En daarna ook in de beker natuurlijk ver te komen. Want dat is het, hè? Je hebt allemaal dingen overal aan mogen ruiken al. Je hebt je debuut gemaakt, maar er komen nog zoveel mooie dingen aan. Ja, er komt veel aan en daarvoor zijn we ons nu aan het voorbereiden. Top. Succes, jongen. Gefeliciteerd. Dankjewel.